Nou, we hebben vandaag een drive-through georganiseerd voor het uitreiken van alle erkenningen, de herinneringsmedaille van COVID-19 en de medailles openbare orde en veiligheid. En normaal doen we dat met een groot feest, maar vanwege de coronamaatregelen lukt dat helaas niet. Dus hebben we een drive-through georganiseerd waar iedereen netjes en veilig de medaille op kan halen. We hebben 93 mensen die een erkenning of een medaille ontvangen. En 70 mensen komen we vandaag ophalen met een aantal afmeldingen nog uitgezonderd vanwege klachten of iets dergelijks. Dus ik geloof dat rond de 60 vandaag langskomen naar onze drive-through. Ik ben Mark Hanskens en ik woon zelf in Os. En ik ben 25 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis. De functies die ik allemaal doe binnen het Rode Kruis is evenementenhulp, bevolkingszorg en ben ook lid van het noodhulpteam. Ja, dus vorig jaar hebben wij ook zo'n drive-through georganiseerd. Toen was het iets kleiner, omdat we toen meer coronamaatregelen hadden. Dit jaar is het ook groter, want we hebben natuurlijk ook veel meer vrijwilligers die dit jaar een erkenning of medaille ontvangen. Dat komt omdat wij een enorm grote groep van Ready to Help binnen hebben gekregen, die bij ons heeft geholpen bij de vaccinatielocaties. Dus inderdaad, tweede jaar op rij dat we dit organiseren.